Welkom iedereen, welkom bij de nieuwe en verbeterde functionaliteiten van AutoCAD 2021. Allereerst even de instructies voor de Zoom. Ik zie dat iedereen dat al keurig heeft gedaan. Even het geluid uit. En dan is wel even handig, omdat we dan met zoveel mensen zijn, dan horen we ook geen randgeluiden. Na mijn uitleg over de nieuwe functies, dan kan je middels de chat, wanneer er vragen zijn, kan je dan je vraag gaan stellen. En de chat die vind je onderaan in het Zoom-programma. Jullie zijn hier bij CADIX. Wie is CADIX? Nou, CADIX is een organisatie voor professionele CAD-dienstverlening. En daar doen wij middels de trainingen, oplossingen en de detachering. De trainingen die verzorgen we nu helaas online. Jammer genoeg dat we de mensen niet meer in het lokaal kunnen ontvangen. Dat doen we op onze hoofdlocatie in Drachten, waar ik nu ook zit. Dat is de bovenste afbeelding. En we hebben ook nog onze eigen locatie in Utrecht. Dat kantoor zie je beneden. Voor de rest zijn we werkzaam eigenlijk door heel het land. Voor oplossingen gaan we wel vaak bij bedrijven langs. We inventariseren de werkprocessen. En daarna gaan we op zoek naar specifieke oplossingen. En dat kan van alles zijn, tot bibliotheken, tot specifieke programma's bij de programma's op. Via detachering plaatsen we professionals bij de klanten. Nou, even een agenda. Wat ik jullie straks laat zien. Ik ga jullie straks iets laten zien over de drawing history. Wanneer je je tekening op hebt geslagen in een cloud, dan wordt er een history, de geschiedenis van de tekening, bijgehouden. De trim en extend ziet er wat anders uit in 2021. En ook de revision cloud heeft een wijziging doorgemaakt. Breakpoint. Ik vond het zelf nooit zo'n heel fijn commando om te gebruiken, maar dat is nu anders geworden. Het is nu wat gebruikervriendelijker gemaakt. En ook het block palet, wat nieuw is in 2020, heeft een kleine verandering ondergaan. De quick measure, die we ook al kenden vanuit 2020. Daarbij kan je nu ook de oppervlakte berekenen. En tot slot de XREF compare. Wanneer je een XREF inleest, krijg je meestal wel een ballonnetje van hey, de XREF is aangepast. Maar dan was het soms niet altijd even duidelijk wat er nu is aangepast. En dat is iets wat je nu kan zien. Goed, ga ik nu naar AutoCAD. En dan hebben we het over de drawing history. Zoals ik al zei, wanneer je een tekening hebt opgeslagen in de cloud, of dat nu Box is, of Google OneDrive, of de Dropbox, dan wordt er van die tekening een versie bijgehouden. Ik druk op open en dan ga ik naar mijn Dropbox, want daar heb ik een tekening in zitten. En dat is een hele oude vertrouwde tekening. En op het moment dat ik dan deze tekening heb geopend, kan ik middels View DWG History de historie van deze tekening bijlangs. Nou, ik zie dat ik hem gisteren nog heb geopend. En dan krijg ik hier een knop en daar staat bij Compare. En als ik dan daarop druk, dan laat hij mij zien dat er eigenlijk helemaal geen aanpassingen gedaan zijn. Ga ik een stukje terug in de tijd, 23 april, dan zie je dus dat ik iets heb aangepast. Nou, en wat heb ik dan aangepast? Dat is iets wat je dan kan aangeven. En als ik dan de settings er even bij pak, dan zie je wanneer het rood is, dan is het niet in de huidige tekening. Nou, dan heb ik blijkbaar wat dingen weggehaald.
Wanneer het groen zou zijn, is het alleen in deze tekening en de grijze is geen verschil. Nou, ik zal eens even kijken. Middels deze knop kan je daar eens op inzoomen. Nou, dan heb ik dus dit blijkbaar weggehaald. Deze knop is nog voor importeren van object van de andere tekeningen. En exporteren de snapshot, dan maak je de aanpassingen, exporteer je naar een nieuwe tekening. Nou, eens even kijken wat er dan nog meer veranderd is. Nou, er zijn er wel wat meer veranderingen gaande. En wanneer je dan met deze knoppen middels de next drukt, dan kan je stap voor stap zien wat er allemaal gewijzigd is. Dat is de drawing history. Heb je nu hier een hele lange lijst? Of ja, dit is iets wat ik allemaal heb aangepast, maar werk je dus met meerdere mensen aan een tekening? Dan kan je ook nog filteren op gebruiker. En je kan filteren op datum. Dus als je zegt, nou ja, dat is al heel lang geleden, dat is niet meer interessant, maar ik wil wel even weten wat er afgelopen week gebeurd is, dan kan je met de datum aan de slag. Zo. Ik sluit deze tekening weer. En misschien is het dan ook al handig om nu meteen al even te laten zien, als je op de Save As knop drukt, dat je nog steeds het AutoCAD 2018 bestandsformaat hebt. Zo, sluit ik deze tekening weer even. Gaan we verder met de trim en de extend. Wat ik al zei, de trim en extend die zijn iets aangepast. We werken nu wat anders dan de normale modify commando's. Want de normale modify commando's die vragen eerst aan te geven selecteer object. Doen de trim en extend nu op dit moment niet meer. Ik zal eens even kijken naar mijn tekeningen. De trim en de extend. Zo, dan gaan we eerst eens even kijken naar de trim. De trim en extend, ze zien er nog wel steeds hetzelfde uit. Alleen, ik hoef geen boundaries meer aan te geven. Ik hoef geen cutting edges meer aan te geven. Ik kan meteen beginnen met trim. Ik heb hier een arcering in zitten. En ik heb daar een lijn doorheen. Nou, en voorheen was het altijd zo dat deze lijn ging reageren op de hatch. Nou, dat is nu niet meer zo. Dus dan gaat hij nu meteen inkorten tot aan het object. We zijn ook gewend, wanneer we de muisknop indrukken, dat we dan de crossing krijgen. Is nu niet zo. Ik heb nu een, ja, een soort lasso fence en ik heb nu nog steeds mijn muisknop ingedrukt. Klik ik op mijn muis en laat ik hem dan los, dan krijg ik het gewone commando fence. Nou, en mensen van de basiscursus die herkennen dit wellicht wel. Dan moesten ze een spiebaan maken, dus dan kan je dit weghalen en die. En dan lukte het niet meer om dit stukje weg te halen, want dan, ja, dit waren losse objecten. Moest je gewoon met het commando erase weghalen. Nu niet, ook nu reageert AutoCAD hierop. Dit is nieuw. Mocht je zeggen, dit bevalt mij toch niet zo, kan je op mode drukken. En dan kan je terug naar de standaard. En dan, wanneer je dan trim gaat gebruiken, dan is het weer de oude vertrouwde trim. Nou, ik zet hem nu weer even terug op de quick. En hetzelfde geldt natuurlijk voor het commando extend. Ook hier zitten we weer in de quick extend en dan kan ik gaan extenden. Ook hier weer
de plaatje met de arcering. Alleen hier werkt het niet. Dus had ik bij de trim dat hij meteen deze lijn ging inkorten tot deze boundary. Dat doet hij helaas met de extend niet. Die reageert nog wel op het arceerpatroon. Nou, dan zie je ook hier dat ik een lijn kan maken. Klik, muisknop niet meer ingedrukt, dan krijg ik de fence-lijn. En ook wanneer ik de boundary edges aangeef, zo bijvoorbeeld, dan kan ik nog steeds wel op deze manier mijn edge gebruiken. De trim en de extend. Gaan we naar de revision cloud. De revision cloud, die kennen we al vanuit heel wat versies van AutoCAD. Kon je een revisiewolk om je figuur heen plaatsen. Lastig was altijd dat de arc length steeds te klein was. Dat moest je van tevoren altijd instellen. Is nu niet meer zo. Ik pak even twee tekeningen erbij. En de RevCloud klein en de RevCloud groot. Want dan kunnen we meteen even het verschil zien. Want de revisiewolk die er nu is, die reageert namelijk op de tekening. Heb je kleine onderdelen gemaakt, dan zal de wolk ook met kleine arc lengths werken. Ik druk even op de toetscombinatie Ctrl 1, want dan krijg ik mijn properties. En voorheen was, wanneer je de revision cloud ging selecteren, was het een polylijn. Nu is het een revision cloud commando geworden. En dan heb ik ook de mogelijkheid nog steeds om de length aan te passen, maar dat hoef ik in het begin dus namelijk niet meer te doen. Ga ik naar een tekening waar alles wat groter is en maak ik daar de revisiewolk, druk weer even op Ctrl 1, dan zie je dus inderdaad dat de arc length hier beduidend groter is. Nou, vind je dit nog wat te groot, kan je dat aanpassen. De revision cloud. Breakpoint. Breakpoint. Ik zei het al, dat was een commando. Dat, ja, die gebruikte ik liever niet, want het werkte eigenlijk nooit zoals ik dat zelf graag wilde. Dus dan liet ik dat altijd een beetje links liggen. Maar nu is dat flink verbeterd. En dat zal ik je laten zien. De break. Het ziet er nog hetzelfde uit. Heeft ook nog wel dezelfde naam. Maar dat het commando zelf is helemaal veranderd. Select object. Dit object. En wanneer ik dan hier begin. En dan met de object snap extension aan. Dan bijvoorbeeld 100 invul. Dan heb ik nu hier een stuk van mijn boog en ik heb hier een stuk van mijn boog. Nou, wil je dat even zien, dat dat inderdaad met een arc length van 100 is, dan zie je dus dat hij inderdaad nu keurig breakpoint mijn boog in tweeën heeft geknipt, keurig een stukje van 100. Nou, dat kan ik natuurlijk ook gewoon doen met een gewone rechte lijn. Break at point. En dan ook hier 50. Dat dit stukje 50 is. En dat ik dan hier de rest van de lijn heb. En dat dit keurig 50 is. Break point.
gaan we naar block palette. Het block palette, dit kenden we natuurlijk ook al vanuit 2020. Zagen er blokken in één keer heel anders uit, middels de insert knop. Hadden we de current drawing, de recent en deze is nieuw, de libraries. Want in AutoCAD 2020 heette dat tabblad Other Drawings. Je kan nu namelijk, wanneer je al een blokbibliotheek hebt, die kan je op deze manier daaraan toevoegen. Dan kan je bijvoorbeeld mappen, tekeningen daaraan toevoegen met jouw blokken erin. Block palette. Zo. Ik heb hier een tekening, een landschapstekening. En ik zie dat hier al wel bomen zijn, maar hier nog niet. Dus dan wil ik wel graag wat bomen neer gaan zetten. En dan ga ik naar de functie Insert, Recent Blocks. En dan zie je dus hier dat er libraries zijn. Ik heb er al verschillende libraries heen gebracht. Je ziet hier wat bomen. Ik ga eens even naar deze bomen. En dan ga ik eens even kijken. Ik zet mijn object snaps even uit. Dat ik hier een boom aan mijn kruisdraden heb en dat ik die daar neer kan zetten. Dus dan kan je je eigen libraries daaraan toevoegen. Het is natuurlijk ook nog steeds mogelijk om dat middels je tool palette, dat je daar je eigen blokken neer gaat zetten. Maar dit is ook een hele mooie aanvulling om je bibliotheek op deze manier integreren in het insert venster. Gaan we naar de quick measure. Die kenden we natuurlijk ook al. De quick measure is nieuw in 2020. Maar wat nieuw is in 2021 is dat je ook meteen de area erbij kan pakken. Door een simpele klik binnen de contourlijnen wordt het de area inclusief de islands wordt gegenereerd. De quick measure. Zo. Ik heb hier een tekening. En dan middels de measure, de quick measure. De area zit er nog steeds in trouwens. Dus wanneer je dat nog steeds op de andere manier wil doen met de add area, subtract area, is dat ook nog steeds mogelijk. Maar de quick area, die kenden we al, dat we mooi alle maatlijnen erbij krijgen. En wanneer je nu een muisknopklik doet, moet die even rekenen, maar dan krijg je de oppervlakte tevoorschijn. Daar was die al. Als je zegt van goh, deze ruimte die wil ik gaan huren en er zit al iets ingetekend, een zogenaamd island, ja dan houdt die rekening met dat island, de area. Door middel dan van de shift in te drukken, kan ik die erbij selecteren. En dan wordt weer de totale area getoond. De quick measure. En dan tot slot de XREF compare. Zo, de XREF compare. Het venster hadden we ook al bij de drawing history. En nu kan je ook wanneer de XREF in de tekening zit en de XREF is veranderd, kan je dan ook aangeven wat is er dan allemaal veranderd. Middels het tabblad Insert Attach haal ik mijn XREF binnen. Zo. En dit is de XREF. Nou, dan moet ik natuurlijk nu ook nog even iets
aan de X-ref aanpassen. Dus dan open ik de X-ref. En dan heb ik hem hier geopend. En nou, dan is het het duidelijkst, denk ik, wanneer ik eens even heel wat dingen weghaal. Dat valt in ieder geval op. Ik sla mijn tekening op. En ik ga weer terug naar mijn andere tekening. En dan haal ik deze even opzij. En dan heb je de notification ballon. De X-ref was modified. Die was er anders ook altijd al. Alleen dan hebben we nu hier een vinkje compare the changes. Wat ik al zei, deze kenden we al vanuit de drawing history. Ook hier is die aanwezig. Rood is not in the drawing. Groen is alleen in de huidige. En bij de grijze is de no differences. Ook hier kan ik weer even naar de next toespringen, mochten er meerdere wijzigingen zijn geweest. Druk ik op het groene vinkje, dan eindig ik mijn comparison verhaal. En dan kan ik weer verder met mijn werk. Nu zijn we aan het einde gekomen van wat er nieuw is. Ik heb je laten zien de drawing history. Oh, sorry. Even weer terug. De trim en extend, de revision cloud, de breakpoint, de block palette, de quick measure en zojuist de X-ref compare. Vragen via de chat. En ik had al even snel gezien dat er al een vraag binnen was gekomen. De drawing history, werkt dat alleen bij in de cloud DWG's? Ja. Dus als je je tekeningen hebt opgeslagen in Dropbox, wat ik dus had, of in Google OneDrive bijvoorbeeld, of in Box, dan houdt hij de drawing history houdt hij bij. Alleen wanneer je het in de eigen cloud-omgeving hebt van Autodesk, de Autodesk 360, die staat daar niet tussen. Maar het werkt voor de rest inderdaad wanneer je de tekeningen in de cloud-omgeving hebt staan. Zijn er ook nog andere vragen? Wim die vraagt versie of revisie. In welke context vraag je dat, Wim? In de cloud. Het zit de versie van de cloud software of van de tekening? Het is iets van wat dan in 2021 zit. Dus ik denk niet dat dat van de eerdere versies wordt bijgehouden. Misschien ook nog wel even handig om te vermelden. Ik heb natuurlijk een aantal dingen laten zien van AutoCAD 2021. Er zijn ook nog wat systeemvariabelen wat nieuw is. Ook is er in Lisp nog wat veranderd. En binnenkort zal ik het daarover gaan hebben in onze blog. Want om nu systeemvariabelen te laten zien is qua laten zien niet zo heel interessant. Maar wellicht op papier is dat wel even handig. Nou, wanneer er dan verder geen vragen meer zijn, dan bedankt voor jullie belangstelling en graag tot een volgende keer.